Nu is het tijd voor het leukste werk. Nee, niet je huiswerk, maar villa achterwerk. Dit is interessant. Vechten, daar hou ik niet van. Ja, dat is niks. Ja. Oké, okay, schiet op dan en laat ik het niet meer zien. Petertje, wat ben jij nou aan het doen aan straatvechten? Dat kan niet hoor. Je moet vechten in een sportschool. Gewoon sportvechten. Ik ga voor jou een wedstrijdjongen maken. Kom jij maar eens even mee. Peter, opstaan. We gaan beginnen. Oké, Peter, we gaan vandaag beginnen met de bokstechnieken. Ja, heel belangrijk met de thaiboksen, dat weet je. Ja, een van de belangrijkste dingen, de linkse directe. Linkse directe naar de kin. Het gaat van kin tot kin. Snel weer terugtrekken, maar let erop dat het rechtse handje goed hoog blijft. Ja, de stoot. 1, naar links. Iets, iets. Nu krijgen we gelijk die rechtse eroverheen. Ja, rechtse directe. Nu zorg je weer dat die linkse goed gesloten blijft. Want je tegenstander slaapt natuurlijk niet. Die wil jou ook stoten. Ja, rechts. Rechtse directe. Combinatievorm, ja. Dus een links-rechts. Oké, hou die handen hoog. Goed in die dekking. Krijgen we de hoekstoot. Linkse hoek, ja. Hup. Die komt normaal op de kin van de tegenstander. Wegdraaien, rechterhand hoog en erin. Zelfde, hup, met die rechtse. Blijven kijken. Naar je tegenstander. Hup, rechts. En dan een rechtse indraai naar het levertje. Ja, kom op, niet te ver weg, dichtbij, bam, bam, lever, ja, kom op, hier naartoe, niet te ver weg, hè. Hey, eens, eens, heel goed, lever, en dan gaan we combineren. En als gevaarlijkste, de elleboogstoot. En weer bewegen, ja, links, links, rechts, ja, bam, elleboog, elleboog, ja, links, 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 hop, en een hoek. Oké, vat je het een beetje? Heel goed, jongen. Zo, Peter, wij moeten eens even praten, jongen. He? Na je eerste training. Dit is heel wat anders dan dat vechten op straat, hè? Iemand op zijn bek slaan. Dat is er hier absoluut niet bij. Thai kickboksen is een gedisciplineerde sport. Er wordt niet gevochten. Als jij deze sport goed beheerst, dan ga je niet meer op straat vechten. Punt 1, je moet hier heel hard trainen. Conditioneel, ja? Je moet goede technieken hebben. Die ga ik met je doornemen. Dus, wat doe je niet? Roken niet. Drinken niet en vloeken is hier ook absoluut verboden. Het respect voor elkaar op een sportschool is heel erg belangrijk. Ja, dat moet je goed begrijpen. Zaterdag is jouw tegenstander de wereldkampioen Peter Aerts. Kom, ga door. Nee, een beetje goed technisch. Ja, Peter, kom op. Tijd voor de traptechnieken. We gaan de traptechnieken doornemen. Een van de belangrijkste trappen bij je thaiboksen is de low kick, de trap naar de benen. Die trap ik op je dijbeen met mijn scheenbeen. Die zijn loeihard die trappen, dus we moeten er goed op trainen. Ook nu weer, het lichaam doet het. Niet alleen het been, het hele lichaam indraaien. En let op mijn standbeen, het standbeen draait mee. Ja? Handen hou je hoog, kijk en hop, trap. Ja? Kijken, bewegen, rechts inleiden, links trap. We gaan een etage hoger. Ja? Je kan hem dus op die benen.
doen hem nu op het middenrif. Oké? Let op, gevechtshouding. 1. En dan draai je vaak bij door. Komt hij op het lichaam, dan draai je automatisch weer terug. Handen hoog, ja? Nice. Heel goed. Nice. Ook zowel links als rechts. Ja, we gaan nog een etage hoger, want het is je benen, middenrif, maar ook op je hoofd. Hou je handen goed hoog. Nou, kom een beetje hier naartoe. Blijf staan, ja? Nice. Goed zo. Juist, links. Boksen erbij en nice. Dan hebben we die voorwaartse, ja? Voorwaartse trap. Nice. Op je gezicht, nee. Dekking hoog, kom op hier naartoe komen. Niet te bangelijk zijn. Hop. Zie je? Kijk hem aan. Hop. Trap. Ja? Hop. Trap. En dan krijg je een van de belangrijkste aspecten. Het kniewerk. Net ogenwerk. Handen hoog. Maken een pivotje. Eens. Ja? Hou je handen maar even hierop. Doe net of dat je maag is. Ja? Eens. Naar de buik van de tegenstander inkomen. Hup. En op een gegeven moment pak je een beet met klinsen en dan is het op de knie. Knie, ja? Knie, goed. En zijwaarts, naar het hoofd. Hup, zijwaarts. Reis. Hey, hey. Reisa. Oké, jongen. Rust. Hey, hoger nog, op zijn hoofd moet hij. Hey, andere kant ook, hoog. Hey, lange rechtse directe. Hey, combineer. In het leventje. Ijs, trap. Ijs, leid hem in, hè. Leven, trap. Harde rechtse. Hey, en nog een harde. Hey, nog één harde. Hoge. Hey, oké, jongen. Dat is het, te gek. Klaar voor de wedstrijd, jongen. Morgen. Hé, goede conditie. Perfect, hoor, Peter. Peter, dekking hoog! Jongen, je ziet het, hè? Alert blijven. Hey, morgen de grote dag, hè? Denk erom. Ik heb je klaargestoomd, je hebt je techniek onder de knie, conditioneel ben je goed. Werk, hè? Denk erom. Morgen pakken we hem. Oké? De wereldkampioen Peter Aerts. Maar jij wordt de nieuwe. Oké? Goed, Peter. Sta je een beetje te rommelen daar. Ja, wegdraaien van hem. Oké? Isa! 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 Dit ging beter, die tweede ronde. Maar nou, door blijven gaan. Hoor je wat ik zeg, Petertje? Kijk man, blijven gaan. Dit ging beter. Ja, je hebt hem twee keer goed te pakken met die rechtse low kick. Maar wel die handen hoog houden, want hij komt constant in. Isa, Isa, Isa. Goed zo, op die benen van hem dan. Draai weg aan die touwen. Hou hoog je handen. Juist, dat is goed, jongen. Het wel! Doe je nou, Peter, kom, sta op. Sta op, kom, sta op, Peter. Kom, ga het door, proberen. Doe je nou. God, één, twee, ja, dat is het. Heel goed, Petertje, te gek, jongen. Ja. Zes, zeven. 8, 9, 10. Ja!
Klaas! Hey, wereldkampioen! Zo, Petertje. Hey, te gek, hè? Je hebt het fantastisch gedaan, hoor. Hey, je bent een echte wereldkampioen. Ga nu maar lekker slapen. Mwah.